Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vissen met Korting op Hengelsport. We zijn hier weer bij het kanaal, we zitten weer bij een brug, maar dit keer zitten we bij een andere brug. De vorige keer hebben we namelijk niets gevangen een heel weekend lang en ik hoop deze weekend wel iets te kunnen vangen. Ik heb hier 2 dagen achter elkaar gevoerd. De eerste dag heb ik denk 1,5 kilo met bollies gevoerd en gisteren heb ik echt maar een paar schepjes met duivenvoer gevoerd. Het zijn hier 2 bruggen naast elkaar, dus het is echt wel een breed gedeelte wat overdekt is. Er zit een klein stukje opening tussen, maar dat maakt in ieder geval niet heel veel uit. Je hebt hier helaas geen houten palen in het water, maar betonnen wanden. En ook dit kan natuurlijk goed zijn voor de karpers. We gaan de spullen maar opzetten en hopen dat we vannacht een visje kunnen vangen. Ik heb de hengels al in liggen, de tent die doen we zo wel. Het is natuurlijk belangrijk dat we kans maken om vis te vangen. Mijn linkerhengel, die ligt hier aan eigen kant, een stuk verder hier helemaal onder de brug. Mijn middelste hengel, die gaat naar de tweede brug, daar aan de overkant. En dan nog mijn rechterhengel, die gaat hier naar het midden van deze brug, dus ook aan de overkant. Het is hier ongeveer min 1 graden, dus dat wordt weer een lastig nachtje. Het gaat namelijk nog kouder worden. Het wordt ongeveer min 4 vannacht. En dat is echt wel te merken. Het is lekker fris. Dus ik ga zomaar de tent in. Die heb ik inmiddels ook op staan. Hier achter mij. We zitten hier langs een redelijk drukke weg. En we hebben hier dan ook nog die brug erbij. En daarnaast loopt dus ook nog een brug met de spoor erover. Dus een hele hoop herrie is er wel. Maar hopelijk gaat het wel een visje opleveren. Ik leg mijn schepnet hier maar tegen de tent aan. Hopen dat hij niet vastvriest. Ik denk dat je op de tent wel minder kans hebt dan in de onthaakmat. Want als je vis hebt, dan wil je hem natuurlijk wel kunnen scheppen. Tijdens de auto uitlaaien heeft de kofferbak open gestaan. Dus hier aan de binnenkant is het goed bevroren al. Ziet er wel mooi uit met al die strepen. Dat laat wel zien dat het echt goed koud is, jongens. Ook het dak is wel echt heel erg bevroren. Je ziet het echt goed glinsteren hier. En dan nog niet gesproken over dit vers gemaaide gras hier. Het is ijskoud, het gras is bevroren. Er steekt zelfs riet tussendoor, wat dus echt knijterhard is. Het is dus zelfs zo hard dat het gewoon door het grondzeil heen geprikt komt. Mijn rechterhengel ben ik aan het vissen met natuurlijk de chili cheese body. Mijn middelste hengel met een halve scoopex body. En mijn linkerhengel met de levenzalm body en daarop een felgroene appelpupje. En dan gaat de kachel maar weer aan. Want het is toch echt wel koud. Het is ondertussen dus alweer de volgende ochtend en dat betekent dat we geblankt hebben. Het was ijskoud en ik heb dus maar eventjes gewacht tot het een beetje meer opgewarmd is. En het ijs in ieder geval weg is. Alles was bevroren, het was echt niet te doen. Vanochtend ook al een paar boten gehaald, ging mijn pieper iedere keer af. Dus ik was ook alweer op tijd wakker. Gelukkig heeft hij niet mijn lood meegenomen. Dus we gaan zomaar eens even de hengels ophalen, kijken of er rotzooi aan zit. En dan gaan we zo denk ik verkassen. Op naar de volgende brug. De brug waar ik eerdere keren gezeten heb. Daar heb ik ook weer doorgevoerd. En hopelijk gaan we daar wel een karper vangen in de aankomende nacht. Het is natuurlijk echt ijskoud en daardoor echt super taai. Maar we blijven het gewoon proberen. Er had een vogel zitten kakken op de slip.
Had ik jij ook scheid in je slip? We zijn dus aangekomen op de bekende stek waar ik eerdere weken dus ook heb gezeten. Hier heb ik dus ook weer doorgevoerd deze week, waarvan donderdagavond de laatste keer is geweest. Inmiddels is het dus zaterdagmiddag en we gaan kijken of we hier vandaag iets kunnen gaan vangen. Als eerste even een tentje opgezet, want het is wel echt koud. Nu gaan we zo de hengels maar even doen. Eens kijken waar we ze neer gaan leggen. Eerst eventjes opwarmen in de tent. Het is dus avond en de hengeltjes die heb ik nog voordat het donker werd ingegooid. Het is super koud en het begint ook wel weer mistig te worden. En dat brengt altijd nog extra kou met zich mee. Altijd fijn als de rits van je tent kapot gaat tot helemaal bovenin. Waardoor je je winterskin niet meer goed dicht kan doen. Gelukkig heb ik ook nog een andere rits van de binnenkant. Dus die kan nog wel dicht gelukkig. Maar de tent die is ook wel echt aan vervanging toe. Het is de hele dag ongeveer 0 graden geweest. Inmiddels is het min 1 en het wordt maximaal min 2 vannacht. Dat wordt dus weer lekker koud. Maar dat gaat de komende tijd nog wel zo blijven. Ik hoop dat we wel nog een paar vissen kunnen gaan vangen in de komende tijd. En dat we niet weer een hele blank periode tegemoet gaan. Ik ga natuurlijk alles uit de kast trekken. En mochten we vandaag niks vangen, dan gaan we volgende week dus gewoon weer op zoek naar een andere stek. Totdat we de vissen wel kunnen gaan vinden. Ze moeten ergens rondhangen. Er moeten ergens holdings zijn. En het is onze taak om die te gaan vinden. En dat gaat nog een hele klus worden. Maar dat is wel een uitdaging. En dat is natuurlijk waar het vissen om draait. Het is 11:30 en we doen nog even een laatste blik over het mistige donkere water. En dan gaan we maar even snel onder de dekens liggen. En dan hoop ik dat we toch gewekt gaan worden door een mooie vis. Het is dus zondagochtend en het is vannacht rustig gebleven. Op het vuurwerk na dan. Dat is wel balen, maar goed. Het is dan ook wel echt super koud geweest. Daardoor ben ik dan ook een paar keer wakker geworden. Maar ja, je moet eens even doorbijten. Misschien dat we volgende week meer gaan vangen. Het zij zo in ieder geval. Er is vannacht met een soort verfballetjes op mijn tent geschoten. Gelukkig zie ik niet echt de vlekken zitten. Maar je ziet hier wel de druppels. Die zitten gelukkig niet echt op mijn tent. Dat scheelt in ieder geval. Ik hoorde s'avonds al de mensen roepen. Kom je tent uit. Dat heb ik maar niet gedaan. Je hoorde de hele tijd dingen tegen de tent aankomen. Maar ja, ik ben blij dat er in ieder geval niet echt iets te zien is. Er zit hier alleen een beetje vlekken op de tent. Maar het is gelukkig niet rood van kleur. Ik ben benieuwd of dit nog weg gaat trekken. Je ziet er dus ook wel echt genoeg op de grond liggen. Op meerdere plekken. Ze hebben dus wel even redelijk zitten schieten. Je hoorde ook echt veel tegen de tent aankomen. Jammer dat dit dan weer nodig is. Dat is dan weer balen. Maar goed, volgende week dan gaan we het toch op een andere stek proberen. Hier hebben we toch niets gevangen.